ik vind niks. Het is niet goed voor individuele vrijheid. Ze beginnen nu jouw vrijheid te beperken. Vanaf vandaag is het dragen van een mondmasker niet meer een dringend advies, maar een plicht. Overtreders kunnen er dan ook zelfs een boete van €95 voor krijgen. Dat dit een publieke binnenruimte is, dat is mij niet bekend. Ja, dit is een publieke binnenruimte. Oké, maar ik moet naar cursus. Dus... Wat vindt u van de mondkapjesplicht? Belachelijk. En ook die PCR-test, maar... Maar u vindt het belachelijk? Ja, dan word je gek gemaakt. Er was natuurlijk al een dringend advies voor mondkapjes. Dat communiceerden we hier al overal in het winkelcentrum. Die communicatie hebben we nu veranderd. En verder blijven de maatregelen eigenlijk hetzelfde. Het enige wat verandert is dat onze beveiliging ook actief zal aanspreken op het dragen van een mondkapje. Waarom werkt een plicht beter, denk je? Dan is het consequent, weet iedereen waar ze aan toe zijn. Dus niet de een wel en de ander niet. Gewoon opdoen en dan... Hopelijk komt het dan allemaal goed. Gaan jullie mensen weigeren in jullie winkelcentrum? Ik denk dat het weinig aan de orde zal zijn. We hebben al eerder gezien, ook in onze winkelcentra in Rotterdam, toen het daar verplicht was, dat eigenlijk alle mensen een mondkapje dragen. Dus we beginnen met actief aanspreken. Maar het is toch alleen maar in supermarkten verplicht en op stations en perrons? Ja, ook op deze binnenruimte. Oh, echt? Ja. Oh, nou, daar was ik me niet bewust van. Jullie zijn wat vergeten. Nou, wat dan? Je mondkap. Oh! Ja. Oh, ja, dat is wel belangrijk eigenlijk. Hij zit onder je kin. Oh. Oh, wauw. Ja, dat... Jij bent hem vergeten. Nee, ik doe er niet aan. Wat? Ik vind het onnodig. Onnodig? Ja. Wie heeft je dat verteld? Ikzelf. Oké. Maar dat gaat je een flinke boete opleveren, hè? Ja, nee, ik zeg gewoon dat ik nog geen 12 ben. Voorzicht voor allemaal. Zo is het. Ja. Dank je. Succes.